Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Quality Bookings TV, waar we het deze keer gaan hebben over ademhaling en vitaliteit in het bedrijfsleven met niemand minder dan Mr. Brett, oftewel Rob Koning. Of eigenlijk is het andersom, Rob Koning, maar eigenlijk Mr. Brett. Ja, net hoe je het, mooi. Net hoe je het ziet. Ja. Leuk dat je er bent. Rob, jij geeft trainingen en presentaties over ademhaling. Hoe ben je daar zo bij terechtgekomen? Ja, ik ben in eerste instantie zelf daarmee in aanraking gekomen door een eigen hulpvraag. Okay. Dus ik had zelf wat last van spanning. Ja. Ik had spanning in mijn lijf. Dat voelde als een soort blok beton op mijn borst eigenlijk. En hoe oud was je toen? Praat heb ik het over zo'n 10 jaar geleden. Oké. Okay. En ik ging heel veel sporten. Mm-hmm. En ik dacht van als ik heel veel ga hardlopen, dan stroomt die spanning wel weer door, weet je wel. En, maar dat was niet zo eigenlijk. Dus je probeerde eigenlijk met sporten die spanning uit je lichaam weg te krijgen. Ja, okay. En daarvoor sport ik altijd heel veel en ging dat ook eigenlijk zo. Ja. Dus vandaar dat ik dat dacht. Maar ik had er op een gegeven moment last van. Dus ik functioneerde niet helemaal lekker. Ik had echt het gevoel dat ik gewoon gestrest was. Zeg. Ja. En uiteindelijk kwam ik in contact met een oud vriendje van me. En die bleek ademcoach te zijn. Okay. Nou, zo is het een beetje gaan rollen. Ja. En toen ben je begonnen met, als patiënt is misschien wat overdreven, maar wel zelf aan de training deelgenomen. Ja. En wat was voor jou dan zo'n eye-opener dat je daarna dat thema zelf bent gaan omarmen? Nou, wat ik heel wonderlijk vond is dat het iets simpels was als ademhaling. Ja. Dus wat we de hele dag doen en wat we altijd bij ons hebben. Ja. En dat je daar zoveel mee kon bereiken. Ja. Want wat ik in die eerste sessies meteen voelde, was dat ik ruimte maakte en dat die spanning waar ik het net over had, dat ook daadwerkelijk oploste. Ja. En dat ik echt voelde dat er ruimte in mijn lichaam, en vooral dan hier in mijn bovenlichaam, in mijn borstgebied, waar ik die spanning voelde, dat daar die effect was. Ja, want Robert, wat is het grootste misverstand over ademhaling? Het grootste misverstand, dat is dat je het dat intensief ademen, dat slecht voor je is. Okay. Omdat daar een soort negatieve rand aan hangt vanuit de klassieke hyperventilatie. En wat is intensief ademhalen? Is dat... Nou, bijvoorbeeld dat je traint met ademhalen. Je kan op heel veel verschillende manieren ademhalen. Dus je kan langzaam, snel, maar door je mond, door je neus. En, maar je, als je wat intensiever dan je normaal gebruikelijk bent, of waar je lichaam eigenlijk om vraagt op dit moment, dan kan je dat, dan is dat oefening. Ja. Dus dan ga je dat onbewuste proces van ademhaling, wat je gelukkig de hele dag en nacht doet, dat ga je bewust beïnvloeden. En dan kan je om allerlei redenen kan je dat doen. Dus dat kan je doen om heel erg te ontspannen, maar dat kan je ook doen om eventjes energie te krijgen, of je de hele setting even te veranderen na bijvoorbeeld een drukke dag. Dus je kan het op heel veel verschillende manieren gebruiken. En dat vind ik zo interessant eraan. Ja, want je zou zeggen ademhaling, we doen het allemaal de hele dag. Het is van nature, hebben we het meegekregen. Maar gebruiken we het in deze tijd ook wel eigenlijk goed? Of ademen we wel eigenlijk op de manier zoals het zou moeten? Nou, eigenlijk niet. Nee. Dus er zijn eigenlijk twee dingen. Dat de meeste mensen gebruiken slecht, en dat is een beetje een grove schatting, maar zo'n 30% van hun ademcapaciteit. En dat is heel interessant, omdat die longen die willen wel. En die longen die doen het ook meestal perfect. Dus maar waar je het hebt over de longen die zich uit willen zetten bij het inademen bijvoorbeeld, daar hebben we vaak een gespannen lichaam. Dus want we houden vaak spanning vast in de rug, nek, schouders. Wat daar om dat ademapparaat, zoals ik dat dan noem, heen zit. En dan beperk je daarmee je ademhaling om vrij en vol te ademen, zeg maar. Want even een basislesje ademhalen. Wat is de perfecte ademhaling? Nou, de perfecte ademhaling is ten eerste een rustige ademhaling. Dus dat is zo'n 4 tot 8 keer per minuut. Okay. Dus ongeveer 6 dus, wat er tussenin zit. En hoe sneller je daarop gaat, dus als het veel sneller is dan dat, dan wordt het onrustig in het lichaam. Okay. Dus een rustige ademhaling is belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat je vanuit je buik ademt. En dat heeft niets met longen en luchtwegen ook weer te maken, maar met de ruimte die er is. En als je vanuit je diepe onderbuik
rustig naar je borstgebied ademt, dan is er ruimte. En dat staat dus ook los van zuurstof, kooldioxide, balans en dat soort dingen. Maar het heeft gewoon met de rustige beweging van het ademen te maken, de dynamiek. En is het dan diep ademhalen vanuit de kern van je buik? Dat is dan, en dan op een rustige manier? Ja, het hoeft niet per se heel diep. Ja, diep inderdaad in je buikgebied, dat klopt. En, en als je dan inademt, dan is er eigenlijk beweging zo. Helemaal tot hier kan er beweging zijn. En voor de rest is het rustig. Dus je bent kalm. Dus inderdaad die 4 tot 8 keer per minuut, dan ben je rustig. Dan is je hartslag laag, is je bloeddruk laag, ben je gewoon ontspannen. Ja. En wanneer kwam bij jou het omslagpunt dat je dacht van, hé, wacht, dit vind ik zo fascinerend, dit heeft voor mij zoveel betekend, ik ga hier ook andere mensen mee helpen? Nou, dat heeft ongeveer, eigenlijk al vrij snel was ik overtuigd van die kracht van ademhalen, zo gezegd. En toen ben ik in mijn vrije tijd, ik had toen een ander bedrijf, ben ik de opleiding gaan doen tot ademcoach. En toen ik al in de afrondende fase was daarmee, toen kwam eigenlijk de gedachte van, zal ik misschien dat voor mijn werk gaan doen? Oké, want wat voor bedrijf had je? Ik had een liqueur- en jeneverstokerij met een daarbij gelegen proeflokaal. Werkt ook ontspannend? Zeker, ja. Op een andere manier. Ja, op een andere manier. Ja, absoluut. En het was een heel leuk bedrijf ook. En toch was er iets wat, waaraan ik het gevoel had dat ik dacht van, ja, ik wil toch meer zingeving nog en ik wil toch iets anders. En, ja. En dit vond ik heel leuk, want ik vond ook ik voelde ook altijd wel de behoefte om mensen te helpen. Ja. En ik kon ook wel goed zien waar mensen zaten vaak, wat er aan de hand was. De vinger op de zere plek leggen bij mensen. En dat is het uiteindelijk geworden. En in eerste instantie was het nog niet zo, het was niet een vastomlijnd idee van, nou, ik ga nu ademcoach worden. Maar het was meer dat ik dacht van, nou, het is leuk om iets, het interesseerde me enorm. En ik dacht, het is leuk om iets te kunnen ook naast het vak wat ik al uitoefen. En het vak wat ik uitoefende, dat was het bedrijf wat hartje Amsterdam zat en eigenlijk nergens anders naartoe verplaatst kon worden. Okay. Dus ik kon niet op een mooie berg gaan zitten met uitzicht en het daar gaan doen. Mm-hmm. En dat vond ik soms best wel leuk om toch achter de hand te hebben op de een of andere manier. Dus ik dacht, nou, als ik ooit uit de zaak stap of ik ben daar klaar of ik ga minderen. Dat was echt een beetje lange termijn idee. Dan ga ik misschien wel ergens op Ibiza, op een berg, ga ik lekker ademsessies geven. Ja, zo'n idee. En uiteindelijk was het, toen kreeg ik in die laatste fase bij het bedrijf, kreeg ik zelf een lichte burn-out. Okay. Ik werd eigenlijk, ik kreeg hem toch wel een beetje gespiegeld dat ik, wat ik aan het doen was, dat het me heel veel energie kostte, heel hard werken, en op wilskracht altijd heel veel doen. En ik had toch wel het idee dat dit iets was waar ik misschien verder in wilde. Ja. Al wist ik totaal nog niet hoe dat vormgegeven moest worden. Dat was nog helemaal nieuw. Ja, maar je maakt zelf net al een bruggetje naar de burn-out. In Nederland hebben we natuurlijk een extreem hoog cijfer van mensen in het bedrijfsleven die kampen met een burn-out of burn-out klachten. Ja. Hoe belangrijk is ademhaling daarbij? En wat kan je daarvoor betekenen? Ja, heel belangrijk. Nou, je zegt het inderdaad, heel veel mensen. Er zijn rond 1 miljoen mensen. Precies, ja. En als je dat op de arbeidsbevolking legt, dan is dat echt iets van 1 op 10. Die in meerdere of mindere mate daaraan lijden. En ademhaling is daar heel belangrijk in. Omdat ook weer dat, waar ik het net had over die buikademhaling, over ontspannen ademen. Als je in je buik ademt, dan ben je beter om de signalen van, of dan werkt het beter om de signalen van je lichaam te ervaren, te voelen. Okay. En om daar gehoor aan te geven. En dat is belangrijk, omdat je je eigen grenzen daarmee kan bepalen en bewaken. Dus als mensen veel in het hoofd zitten, zoals we dat dan noemen, hè, tegenwoordig, veel met hun geest werken. En die geest die draait een soort van overuren, noem ik het dan maar. Dan kan het zijn dat je over je fysieke grenzen heen gaat. En als je lijf dan op enig moment zegt van, hey, doe eens rustig. En ga vroeg naar bed, zorg goed voor jezelf. En take it easy, neem een dagje vrij. En je negeert dat. Dan is dat, en je gaat met je mind zeggen van, nee, we moeten door. Ik ga gewoon op wilskracht. Ik ga door, want het werk moet af. En ik heb een deadline. En ik heb sociale verplichtingen. En daar moet ik bij zijn. Dan ga je dus aan die signalen voorbij.
En op het moment dat je daar te lang aan voorbij gaat, dan ga je dingen vasthouden. Je gaat spanningen die je normaal gesproken... Ga je verzamelen in je lichaam. Ik het net had bij mezelf over, die spanning in dat lichaam, dat vasthouden van spanning, dat hou je dus vast, dat hou je op. En op het moment dat je dat te lang ophoudt of je stapelt het, ja, op een gegeven moment kost het gewoon heel veel energie. Want spieren aanspannen, terwijl je gewoon ontspannen mag zijn of bent, dat kost kracht. Ja. En daar loop je uiteindelijk dus gewoon op leeg. Dus wat jij zegt, eigenlijk door goed gebruik te maken van je ademhaling, ben je meer in contact met je lichaam, waardoor de spanningen ook... Je ze eerder herkent waarschijnlijk, hè? Dat je eerder luistert naar je eigen lichaam. En daardoor ook de spanningen weer kan laten weg. Ja, dus bewust ademen zorgt ervoor dat je bewust bent van wat er zich afspeelt in je lijf. En daarnaast, als je het dan een soort van therapeutisch benadert, dan, en dat is wat ik ook bij mij in de praktijk heel veel doe met mensen. Dan als je een tijdje verbonden ademt bijvoorbeeld, of actiever ademt, dan zorgt de beweging van het ademen, dus dat vanuit die buik, dat omhoog, die flow van ademen, zoals we dat noemen, die zorgt ervoor dat spanningen die we vasthouden, dat die zich ontspannen. Ja. En dat is een heel mooi gegeven, omdat we vaak emotie onderdrukken, we maken dingen mee. Hè? Je ziet toch vaak een mens zo achter hun laptop zitten werken natuurlijk. Ja, ja zeker. Maar weet dat, is dat dan, zijn dat dan oefeningen die je ook tijdens je werk gewoon kan doen? Of zeg je van, joh, neem even dan de rust, hè, dat het bijna tegen meditatie, yoga aan zit? Of is het ook iets waar je gewoon tijdens je werk eigenlijk de hele dag rekening mee moet houden met de manier waarop je ademhaalt? Of moet je daar echt je momenten voor pakken? Kan allebei. Dus het leuke is, als je eenmaal met ademhaling aan de slag gaat, dan ben je steeds bewuster. Dan ga je er steeds vaker op letten, wanneer je ademt en of je ademt. Dus dat is goed om opmerkzaam te zijn. En daarnaast kan je ook momenten op een dag uitkiezen om een ademoefening bijvoorbeeld te doen even. En dat kan al heel simpel, dat hoeft helemaal niet lang te duren. Dat kan al heel simpel zijn door gewoon even 10 of 20 keer diep in en uit te ademen. Ja. Voordat je een belangrijk gesprek hebt, bijvoorbeeld. Even in contact komen met jezelf. Exact, ja. Even in contact komen met het lijf, met jezelf inderdaad. Ja. Hey, en als spreker, jij wordt veel gevraagd door bedrijven om over dit thema te spreken. Om mensen te helpen met hun ademhaling. Hoe ziet zo'n keynote van je eruit? Is dat heel veel presentaties kijken naar slides? Of ga je echt met de mensen aan de slag? Ja, waar het kan, vind ik het leuk om met ze aan de slag te gaan. Omdat waar we het nu hier over hebben, dat is ook wel een beetje de rode draad van het verhaal. Hè? Dus dat je... Dat je erachter komt dat je zoveel meer kan met ademhaling. En en op zoveel verschillende manieren ook. Ja. Maar wat natuurlijk het belangrijkste is, ik kan er heel veel over vertellen, maar dat je dat dus ook zelf ervaart en dat je dat voelt. Ja. En dat je dus, waar we het hebben over dat fysieke stukje, dat je dat dus ook daadwerkelijk zelf meekrijgt. Ja. En dat zijn wat oefeningen die we dan in zo'n keynote ook doen. Oh. En dat zijn lichte oefeningen, dat is gewoon het voelen, het ervaren van wauw, oké, is dit mogelijk met ademhaling? Ja. Zoals ik daar zelf dus eigenlijk ook door verrast was in eerste instantie. En is je keynote is eigenlijk een soort kennismaking of een soort bewustwording van hey jongens, ademhaling is belangrijk, zeker ook voor je eigen vitaliteit. En dan eigenlijk de vervolgstap als mensen of bedrijven of teams er verder in door willen gaan, dan ga je ze begeleiden in trainingen en workshops. Ja, bijvoorbeeld, ja. En hoe ziet dat eruit? Is dat een locatie bij het bedrijf of doe je dat vaak op extern? Ja, dat kan allebei. Ik weet zelf natuurlijk goede locaties. Nou, jij weet er natuurlijk ook wel wat. Ja. En soms is het inderdaad bij een bedrijf als ze de faciliteiten hebben. Het kan soms wel fijn zijn voor medewerkers ook, hè, of mensen die vast op een bepaalde plek werken, om ze even uit hun comfortzone zeg maar te halen door ergens naartoe te laten komen en gewoon blanco te beginnen. Ja. Dus in plaats van dat ze veilig op hun eigen bedrijf zitten. Dus dat kan werken soms. En het varieert een beetje. Het kan inderdaad iets van een uur, anderhalf uur zijn, maar we kunnen het ook wat langer maken en dan heeft het uiteraard meer effect en dan wordt het ook een wat completer verhaal natuurlijk. Maar vooral meer doen dan. Ja. En dan gaan we ook liggen op een matje en dan gaan we het vooral wat meer de diepte in. Echt de praktijk in. Ja. Ja. Echt op missie om het bedrijfsleven gezonder en vitaler te maken. Iedereen zou, en dat is een beetje de missie van Mr. Brett ook, hè, als je de bedrijfsmissie zo een beetje omschrijft, is gewoon zoveel mogelijk mensen laten ervaren wat de kracht van ademen
is. En hoe je dat dus ook kan inzetten. Want het is gewoon... Het is aan alle kanten goed. Het is, dus je kan diep ontspannen, je kan fitter worden, je kan je geest even leegmaken en inspiratie opdoen, een soort meditatieve staat bereiken. En dat is alleen maar, dat is alleen nog maar dat. Maar tegelijkertijd, als je in je buik ademt, dan masseer je je organen, die zijn beter doorbloed. En zo kan ik eindeloos doorgaan. Ja. Dat is echt waanzinnig. En je droom? Mr. Brett, over 10 jaar, wat is dan, welke missie heb je dan volbracht? Ja, dan is het nog meer dan nu. Ik denk dat als je ziet wat er nu gebeurt met yoga bijvoorbeeld, dat ook weer diezelfde miljoen. Ik heb begrepen dat er ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland aan yoga doen tegenwoordig. Nou, dat is behoorlijk veel. Ja. Ja, dat was een jaar of 10 geleden of iets niet denkbaar. Nee. En zoiets zou ik wel echt te gek vinden. Ja, dat iedereen... Dat mensen eigenlijk een soort in staat zijn om middels hun ademhaling allerlei situaties het hoofd te bieden. Ja, en dat het wat meer geaccepteerd wordt. Ja, zeker. Ja. Mensen, als je vroeg nog naar het misverstand over ademen. Dat ademen zweverig is, dat is wel misschien het allergrootste misverstand. Ja. Want dat is natuurlijk ver van dat, want ja, het is het leven zelf. Je begint ermee als je geboren wordt en je gaat er uiteindelijk mee dood. En daartussenin doe je het nooit. Niet? Doe je het nooit niet, nee. Langer dan een paar minuten. Nee. Dus, ja. Mooie missie. Ja, zeker. Ja. Ja. Succes. Onderweg. Ja, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel. U ook allemaal bedankt voor het kijken naar dit interview. Check ook zeker even onze website www.qualitybookings.nl voor nog veel meer leuke en inspirerende interviews. Dankjewel.